Het Javaans nieuwjaar wordt volgens geestelijke leider Sapto Sopawiro afgelezen vanuit de Javaanse kalender. Deze is gestart vanaf het jaar 78 na Christus, maar is gebaseerd op de zon en wordt ook gezien als een zonnejaar. Sopawiro legt uit dat het islamitische en Javaanse jaar één jaartelling hebben. Dus Wanyari Abi 354 dagen, in Schrikkel is 355. Maar gebaseerd op de maan is een maanjaar geworden. Maar een verschil naar de maandennamen. De islamitische jaar, het eerste moon van jari we karim Muharram. En het Javaanse jaar is Suro. Zo, daar moet ik op zien voor Suro. Waarom Suro? Suro wil betekenen zijn twee lettergrepen. Su en Ro. Su is een afkorting van Suci. Suci wil betekenen heilig. Ro betekent lichaam. Dan, if je moxident toward dat konawa anin Suro, dan is het een heilig lichaam. Sopawiro legt verder uit dat Sasi Suro bij de Javanen een heilige maand is. Tijdens de eerste 24 uren zullen de Javanisten zich onthouden van voeding, drank en genotsmiddelen. Voor dat idee maak je altijd de Sasi Suro, of bij de nieuwe maand Suro. Maand Suro is een maand begin van die jaar. Omdat een berekening voor een Javaanse kalender, je hebt een achtjarige cyclus. Per acht jaar je hebt een window enzovoort. Een voertuig te moeten verteren. Ja, maar alleen voor een beeld. Waarom is Sasi Suro bij Javanen zeer belangrijk? Dus binnen de van den 1 tot 30 dagen, alsnog, dan je kan nog heilig, nelig van je heilig Jusking, omdat Suro is een heilige lichaam, zo je moest heilig abron ook toe binnen de 30 dagen voor Suro. Daarom je hebt die differente soorten, wijnorganisering, den 2, den 3, den 50 enzovoort tot 30 dagen, je hebt een kans voor Suro. Sinds vorig jaar is het Javaans nieuwjaar een nationale vrije dag. Dit jaar heeft het platform Activiteiten Javaans Nieuwjaar een Java-fest gehouden op het Onafhankelijkheidsplein.